Basisschool Noorderlicht in Tilburg-Noord heeft een tijd geleden nieuwe buren gekregen. Er is namelijk een hotel gebouwd. En niet zomaar een hotel, maar een hotel waarvan de gasten het GFT-afval van de buurt verwerken. Ja, dit zijn nog jonkies. Er zitten ook hele grote bij. Maar ze worden nog veel groter. In dit wormenhotel zitten dus ik denk iets van 4.000 of 5.000 wormen. En daar kan groente, fruit en tuinafval worden ingegooid. Eventueel ook etensresten. En in dat hotel zitten 3 soorten wormen. Dat noemen ze compostwormen, dus een mix van wormen. En die wormen die eten dus dat groente- en fruitafval wat daarin zit. En daar komt dus een heel rijk product uit, de wormencompost. Dus je maakt eigenlijk van afval maak je een heel nieuw product. Een hotel vol wormen dus. Het op deze manier opmaken van groenrestjes is voor Tilburg een primeur. Maar het blijft niet bij dit ene exemplaar. Ook bij een aantal andere scholen is een wormenhotel geplaatst. Het is een op zichzelf staand project. Het is niet iets wat we jaarlijks gaan doen. Het is een pilot waarbij we eigenlijk samen met andere partijen in de stad willen gaan kijken hoe we dat verder kunnen gaan verspreiden op zijn Tilburgs. En we starten nu op 3 scholen. Campus 013, SBO Noorderlicht in Noord en het Wanderbos in West. Ja, het is natuurlijk goed als kinderen op jonge leeftijd met dit soort dingen in aanmerking of in aanraking komen. Ik denk dat het heel goed is om bij kinderen met heel veel dingen kennis te laten maken, zodat er hele kleine zaadjes in hun hoofd worden geplant. En wie weet, als die omstandigheden later goed zijn, dat die zaden dan tot ontkieming komen. En dat zij later ook wel het nut inzien van dit soort dingen. Voor de leerlingen is het nog wel even wennen om ineens zoveel wormen bij elkaar op school te zien. Ik vond het wel grappig. Normaal hebben we niet zoiets en nu hebben we opeens een wormhotel in ons voetbalveld. Heel veel mensen vinden wormen niet zo'n heel sexy dier of zo, maar als je er eenmaal in gaat verdiepen, dan gaat echt een wereld voor je open. Dus echt, je denkt het is gewoon een klein sliertje beest wat in de grond leeft, maar als je er iets over gaat lezen, het is echt een hele fascinerende wereld. Het zelf composteren van GFT-afval, zoals in een wormhotel gebeurt, wordt steeds populairder. Initiatiefnemer Janneke de Vries hoopt dan ook dat mensen geïnspireerd raken om anders met hun etensresten om te gaan. Wat we gaan doen is kijken hoeveel mensen er al mee bezig zijn in het samen composteren of op school of in de wijk. Hoe we dat verder kunnen gaan verspreiden samen met lokale partners. Dus wil je meedoen, neem even contact op met de stichting. Het draagt natuurlijk echt wel bij aan een groenere stad, want wormenpoep is de shizzle, blijkbaar. Goud voor de bodem, zeggen ze. Op wormenhotel.nl is ook een kaart en dan kan je zien waar in Nederland al wormenhotels staan. Dus er is best een kans dat er in jouw buurt ook al eentje staat. En je kan er een keer naartoe gaan, je kan er een keer kijken en misschien dat je zelfs ook wel kan meedoen.